Het is vandaag Openbaarheidsdag, de dag waarop het Nationaal Archief jaarlijks tienduizenden archiefstukken openbaar maakt. Dit keer wordt er meer duidelijk over kamp Mariënbos bij Nijmegen. Na de Tweede Wereldoorlog werden daar Duitsers opgevangen om vervolgens te worden uitgezet. Verhalen van mensen die in het kamp gezeten hebben zijn al bekend, maar nu krijgen historici ook de beschikking over...
Een heftige brand vannacht in Dieren. De oorzaak is nog niet bekend, maar in de buurt wordt gesproken over opzet. Ja, onveilig gevoel en ja, heel stressvol en verdrietig. Het was zo rustig op de weg na de coronajaren, maar inmiddels bereiken de files weer recordlengtes. De poort naar het zuiden is dicht. En wat zou je doen als je miljoenen had? In Geldermalsen is dat een actuele vraag. Spannend, heel spannend. Wat ga je winnen? Je weet het niet. Goedenavond. Een felle uitslaande brand in Dieren heeft vannacht voor veel schade gezorgd in een aantal woningen aan de Thorbeckestraat. De brand ontstond in een bovenwoning en sloeg over naar de woning eronder. Alle bewoners brachten het er zonder kleerscheuren vanaf.